Het is zondagmiddag, even voor 2 uur. We zijn op de Lakenvelder boerderij in de Boterhuispolder. En zometeen gaan hier voor het eerst dit jaar, sinds de winter, de koeien naar buiten. Nou ja, dat is altijd een feestje om te zien. Nou, dat was weer een mooi evenementje, hè? Zo, dat ging lekker. Ja, in het begin ging het goed, maar op het eind was het nog even lastig. Maar het ging uiteindelijk toch hartstikke leuk. Dus, Ja, je zou denken, na zo'n lange winter, dan willen ze allemaal dolgraag de wei in. Maar misschien met al die mensen toch een beetje eng. Ja, dat zeker. Dat vinden ze heel gek. En er zijn natuurlijk dat kalf, die is binnen geboren, die is nog nooit buiten geweest. Die is van de winter geboren, dus die heeft zoiets van, wat gebeurt er nou, wat moet ik nou doen? Dus die durft gewoon helemaal niet. Hoeveel koeien zijn er nu naar buiten gegaan? 42 of zo. 40 ongeveer. Van een heel bijzonder oud-Hollands ras, hè? Want dat heb jij. Ja, ik heb Lakenvelders. Zeer oud-Hollands ras met een bijzondere witte band over de romp. En fantastische kwaliteit vlees. Kleine, zelfredzame koeien. En nou, het is echt super koeien. Ja. Er zijn meer mensen dan koeien hier vandaag op de boerderij. Ja, dat zeker. Ja, met dit mooie weer dan wil het wel. Hè? Dan komt iedereen hierheen. Dus dat is hartstikke leuk om te zien. En het is mooi omdat mensen kennis kunnen maken met de koeien. En kunnen zien hoe wij dat hier doen. Met weidevogelbeheer en recreatie en extensieve landbouw. Ja, want dat is ook belangrijk voor jullie. Hè? Dat meer mensen kennis nemen van die Lakenvelders. Want ja, op zoveel plekken in Nederland zijn ze niet meer. En er is van alles over te doen. Er is de afgelopen tijd heel veel over te doen geweest. Met name vanwege de fosfaatwetgeving. Er ligt nu een voorstel van de minister om de zoogkoeien, oftewel vleeskoeien, koeien die niet gemolken worden, vrij te stellen van fosfaatrechten. Dat zou voor de sector waarin ik zit heel goed nieuws zijn. Dat betekent dus dat we door kunnen met onze bedrijven. En het is ook goed nieuws voor een groot deel van de zeldzame rassen die allemaal met uitsterven bedreigd zijn. En daarnaast zijn er nog een aantal dieren die met name gemolken worden, zoals baarkoppen. En die hebben nog steeds wel een lastige situatie. Er zijn er weinig van. En moeilijk verhaal. Dus daar is nog niet afgelopen, dat verhaal. Die strijd is nog niet helemaal gestreden? Het is nog niet helemaal gestreden, nee. Hoe lang blijven ze nu buiten? De hele zomer. Ze krijgen straks allemaal een kalfje. Nou, niet allemaal natuurlijk, maar alle moeders krijgen een kalfje. Dat gebeurt in mei. De hele maand. We weten niet precies wanneer, want ze zijn door de stier gedekt en we weten niet wanneer hij dat gedaan heeft. Dus, en dan lopen ze met hun moeders buiten. En dan in eind oktober, begin november gaan ze weer naar binnen als het land te nat wordt. Ja, want dat is ook een verschil met melkkoeien. De kalfjes mogen hier bij de moeder blijven. Ja, de kalfjes mogen bij de moeder blijven. Precies, dat kan gewoon. Want wij doen niks met de melk. Dus dan is het handig als de kalfjes die opdrinken. Ja. En ze groeien lekker goed. En het is heerlijk gezond en natuurlijk. Dus doen we zo.